Dat er gewoon een instant oplossing is voor dat lastige gevoel. Dat je niet ja. goed weet wat moet ik hiermee, ja. wat voel ik nou, hoe werkt dat. En je neemt iets in of je gewoon een pak een drankje en huppakee. Ja, het en is weg. Het is weg, ja. ja. Alleen de volgende ochtend word je wakker en dan is het er weer. Ja, iemand heeft me ooit verteld dat het is heel makkelijk om je medicatie te nemen als je je slecht voelt. Ja. Maar niet als je je goed voelt, dan wil je het nog wel eens vergeten. Precies. En dat is wel heel erg waar ik ben ingetrapt. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en fijn dat je kijkt en luistert. Herstellen van een verslaving is iets heel ingewikkelds. Het is topsport en het wordt waanzinnig onderschat. En het lijkt me helemaal moeilijk als je dan ook nog een bekende Nederlander bent. Nou, vandaag is mijn gast Dave Rolfink. Dave, yes. welkom. Dankjewel, Kerel, Bedankt voor de uitnodiging. Ja, dankjewel dat je gekomen bent. Tuurlijk. En. Ja, Dave, weet je, we zijn twee fellows. Ik vind het super tof dat je er bent vandaag mm -hmm. en dat je de tijd neemt. Want jeetje, je hebt ontzettend veel media over je heen gekregen, een terugval. En ja. wat, waar ik eigenlijk wel, uh, om maar gelijk met de deur in huis te vallen, benieuwd naar ben, is wat is nou hè, de laatste keer: je hebt een terugval gehad. Nou ja, terugval komt helaas veel voor bij mensen die verslaving hebben. Maar waar zat je, zeg maar, op welk punt dat je dacht: ja, maar dit wil ik niet meer, zo wil ik me niet meer voelen? Wat gebeurde er? Um, dus dan bedoel je eigenlijk het, be, het begin, dat het, ik uh, ja, voor dit, de eerste keuze maakte om, uh, om in herstel nou, te gaan. Nou, de, de laatste keer dat je, je bent nu een half jaar weer clean? Ja, oh, na, na de Weet terugval. Je, ja, ja, oh, ja, ik was drie jaar in herstel. Toen ben ik dus teruggevallen. Ja. En nu inmiddels weer uh, bijna een half jaar clean. Ja. Eigenlijk is het nooit echt een soort van. Uh, Doelbewuste keuze voor me geweest of zo. Het is er die, die terugval die, die, die sluipt erin op een of andere manier. Ik merkte heel erg bij mij. Kijk voor mij is, is verslaving ook echt een ja, iets in het gedrag heel erg. Ik merk ook. ook voordat ik het middel oppak, dat het voor mijn omgeving al heel erg zichtbaar is dat ik niet goed in mijn, in mijn vel zit. Ja. En dan uh, probeert mijn ontkenning eigenlijk er alles aan te doen om, om te zeggen. nee, maar dat komt omdat je niet goed in je relatie zit of nee, dat komt omdat ja. het even niet zo lekker gaat op werk. Nee, dat komt omdat ik verslaafd ben en ik te weinig aan mijn herstel doe. Ja. En uh, op de momenten dat ik dat wel heel goed deed, zat ik supergoed in mijn vel. Ja. En voelde het superlekker. En uh, ja, iemand heeft me ooit verteld, dat het is heel makkelijk om je medicatie te nemen als je je slecht voelt. Ja. Maar niet als je je goed voelt, dan wil je het nog wel eens vergeten. Precies. En dat is wel heel erg waar ik ben ingetrapt. Ja, ja. zo is het eigenlijk gegaan. Nou, ja. de, nou, dat is goed dat je het vertelt, want dat is nou juist iets wat ik heel veel tegenkom bij fellows en, en ook naasten van mensen met een verslaving die dat onderschat. Als je dan denkt van, hé, hey, het gaat goed, dan heb je de neiging, logisch, om er eigenlijk minder aan te doen. Ja. Maar dat is natuurlijk een fout, want dan moet je dus, het is goed gegaan omdat je een aantal dingen hebt gedaan, dan moet je die blijven doen, maar ja... Ja, ja, het is een, een, een denkfout, maar vooral denk ik ook ontkenning. Ik denk dat we dat. Ik merk dat ook bij mezelf met, met trainen bijvoorbeeld. Ja. Op, op een gegeven moment heb ik. Uh, als ik een doel heb om bijvoorbeeld lichamelijk iets te halen, dat ik een bepaald streefgewicht heb en een ja. bepaald idee heb van hoe ik eruit wil zien, dan ben ik vaak heel goed om dat te halen. En op het moment dat ik dat dan haal, dan denk ik van nou, nou, nou zit het er en nou dan gaat het nooit meer weg en nou hoef ik er nooit meer wat aan te doen of zo. Weet je wel, dan zo'n soort uh, kronkel komt er dan dat je denkt van nou, ik heb het gehaald en, en laat maar. En dat, dat merkte ik ook heel erg in, in herstel. Dat ik dacht van ja, goed ja. gedaan jongen. Je, bent, je voelt je weer goed, je bent er weer, weet je wel. Ja. ja. Kun je jezelf weer aankijken? Nou, we gaan nou weer. Uh, ja. Doen wat we al die tijd al deden, weet je wat? Het is zoiets zo geks als je dat niet bewust in de gaten houdt. Nou ja, precies wat je zegt. Het is het woord, ik zeg altijd: verslaving wordt onderschat, maar herstel wordt nog veel meer onderschat. Hè. Ja. Men denkt toch, nou, ga naar kliniek, ben een paar maanden clean. Ik dacht ook in het begin: als ik een halfjaartje clean ben, uh, dan, ja, dan komt het wel goed, weet je, dan ben ik er wel of zo. Maar ja, zo ja. werkt het dus niet. Het ja. is echt zoals ze zeggen: het is een cliché, maar het werkt ook alleen maar als je eraan blijft werken. Ja. Ja, nee, daar ben ik het zeker mee eens. Uh, zowel, uh, in het begin dacht ik ook, toen ik net in herstel kwam, toen was ik uh, 25, ja. toen zaten er uh, mensen op meetings die uh, 10, 15 jaar clean waren. Ja. En toen dacht ik van, ja, maar moet je dan nog steeds naar meetings gaan? Ja. Je, je drinkt toch al 10 jaar niet meer, weet je wel? En, ja, en juist door, door zo'n terugval heb ik weer heel erg gezien van, ja, ja. het is een uh, ongoing proces eigenlijk. Dat is het en dat blijft het ook, want ik, ik vertelde: ik ben dan nu 13,5 jaar in herstel. Maar ja. toch is het proces niet anders dan als je een half jaar of een jaar in, in het, wat bij mij wel echt minder is. En anders is dat die, die trek of die behoefte, die is echt ja. weg. Maar ik weet ook wat jij zei. Hè? Ik bedoel. Het blijft kwetsbaar. Ik bedoel, als uh, morgen mijn vrouw zegt: Ik hoop het niet, maar. Uh, hey, uh, schat, ik zie de niet me zitten. of ik heb ja. een andere. en er gebeuren allemaal dingen achter elkaar. Ja, dan wordt het behoorlijk. Uh, dan moet je nog kijken hoe goed je erin zit. Hè. Dus ja. zo is het altijd. Ja, dat soort dingen zijn voor mij wel. Uh, ik, ik probeer me gewoon heel bewust te zijn. Dat, dat middelen nooit een oplossing zijn in dat soort situaties. Nee. En dat is inderdaad ook wat je veel ziet. en waar ik mezelf ook op, 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 op heb betrapt. Dat op het moment dat dingen niet zo goed gaan in je leven, of er gebeurt iets wat vervelend is, ja. dat je dan de neiging hebt om eigenlijk te vluchten, om te gaan verdoven. Ja. Maar het is nooit een oplossing. Uiteindelijk moet je het moet je er toch aan gaan kijken. Ja. En dan kan je het beter maar meteen doen. En uh, ja, ik heb wel heel erg voor mezelf, op dit moment heb ik duidelijk dat, ja, in wat voor situatie ook, drank en drugs mij niet beter gaat maken of me, me gaat helpen. Het kan even verdoven, maar. Het komt daarna weer twee keer zo hard terug. Dus het is gewoon geen oplossing. Nee, ja goed, dat, dat is precies wat je eigenlijk omschrijft. Zoals ik verslaving zie, het is toch vluchten, uh, niet Zeker. voelen en dempen. Maar die boodschappen inderdaad van... dat je realiseert dat wat er ook gebeurt in je leven... dat als je gaat gebruiken... nou, het is niet eens een oplossing, maar het maakt het alleen maar erger. Ja, vaak wel. Vaak komen er nog allemaal uh, problemen bij. Daardoor, ja. ja, ja, ja. ja. Hey, als we nou teruggaan naar jouw geschiedenis, hè? ik mm. ben wel benieuwd hoe waar is dat nou bij jou, zeg maar begonnen zover je uh, weet. Wat voor jongen was jij vroeger, zeg maar, toen je echt opgroeide? Ik ben een heel gevoelig mens. Ja, ik ben uh, iemand die uh, ja, heel gevoelig is. Um, heb ik altijd wel, uh, wel gevoeld in mijn leven mm -hmm. dingen heel hard konden uh, aankomen en um, Eigenlijk op het moment dat ik uh, bekend werd, ja. zeg maar, in Nederland, merkte ik dat uh, dat hele overgevoelige van mij en uh, een publiek persoon zijn, dat mm. dat uh, een soort mismatch, uh, mismatch was. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ja. Dus, uh, Hoe oud was je toen? Ik was toen, toen dat echt allemaal een beetje begon, was ik 16, 17. Ja, maar dan ben je toch gewoon nog... Ben je, eigenlijk, ja. je bent geen kind, maar je bent ja. ook geen volwassene meer. Nee, zeker nee. niet. Nee, zeker ook als ik daarop terugkijk. En, uh, ik, heb daar, ik heb daar heel veel moeite altijd mee gehad. Mm. Vooral de, de gevoeligheid in, in mij en uh, het omgaan met gevoel en emotie op een gezonde manier. Yeah. Dat is eigenlijk wel een. Uh, het is niet de hele reden van een verslaving, weet je. Ik geloof ook heel erg in het genetische stukje en allemaal andere uh, dingen die erbij komen. Maar ik ben natuurlijk heel veel op onderzoek gegaan mm. zelf en ook met, met, met professionals. En daar komt toch wel veel uit. Uh, dat dat een, een heel belangrijk stuk voor mij is. Ja. 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 En dat her, herken ik ook wel, want uh, lang voor jouw tijd, ik speelde in Doemar, weet je wel. Ja, je ik weet het. Ja, je ja. Weet het. Ja. En toen ik 18 werd, dan kwam er, was, nou ja goed, het is anders dan in deze tijd, maar kwam er ook waanzinnig veel aandacht en druk op te staan. Ja. En eigenlijk, ik wilde altijd drummen worden, maar toen ik het was maar dat succes, dat eigenlijk buitenproportionele succes kwam erbij. Kon ik daar helemaal niet mee omgaan. En jij zegt van het was eigenlijk een mismatch, je bekendheid en jouw gevoeligheid. En hoe ja. dan, wat deed dat met je? Ja, dat, dat eigenlijk de, de sterke gevoelens en emoties die, die ik altijd al kreeg, die ik ja. zag van hey ik, 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 ik reageer heel heftig of heel emotioneel op dingen, of, of dingen komen hard bij me binnen, dat werd natuurlijk enorm uitvergroot. Op het moment dat je dat niet meer alleen in je naaste omgeving ervaart, mm. maar dat je een soort uh, gevoel hebt dat heel het land dingen van je vindt. Ja. In plaats van uh, de 20, 30 mensen die in je leven hebben, ja, werden in één keer miljoenen ja. mensen die daar wat van gingen vinden. En ook uh, heel negatief uh, ja. mensen die daar heel, heel negatief over mij uh, uh, oordeelden. Dus ja, dat werd in één keer veel groter oh. nog. En eigenlijk in die, die tussentijd nooit echt iets gedaan om te kijken van hé. Hey, ik voel dat ik heel gevoelig ben. Misschien moet ik, moet ik daar iets mee. Misschien moet, ja, ik, uh, ja. moet ik daar hulp bij zoeken. Of ja, ja je zes, was 16 weet jaar. En en weet ik denk, dat het zal me allemaal wel. Ik gooi er een keiltje in en dan is het weg. Ja. Weet je wel? Ja. Nou ja, maar dat wat jij nu zegt, hè, dat je ontdekt... en zo heb ik het ook ontdekt en ik denk veel mensen... dat er gewoon een instant oplossing is voor dat lastige gevoel. Dat je niet ja. goed weet, wat moet ik hiermee? Ja. Wat voel ik nou? Hoe werkt dat? En je neemt iets in. Of je gewoon een pak, een drankje en huppakee. Ja, het, en is, het is weg. Het is weg, Ja. ja. Alleen de volgende ochtend word je wakker en dan is het er weer. Is het weer terug, ja. ja. Maar is, dat, is het dan ook zo, jouw uh, drank of drugs... is dat ook zo begonnen, echt met een drankje? Ja. Ik was wel heel erg vroeger altijd van, uh, van alcohol. Dat was in de uh, ja, omgeving waar ik in opgroeide heel erg, heel erg normaal. normaal. Ik denk, ja, waar is ja. dat niet normaal? Ja. Weet je, maar echt uh, goed doorsuipen in het weekend, dat was helemaal geen raar ja. gedrag. Er werd ook nooit over nagedacht. Nee, dat, nee, het, het was gewoon erbij. je ging met je vrienden ja. naar de kroeg en je ja, ging ja, ja. helemaal tot los en dat was gewoon ja. oké. Okay. Um, en ik vond eigenlijk, uh, uh, harddrugs was bij onze groep helemaal niet geaccepteerd. Ja. Dat was wel echt iets voor dat, uh, waar we een beetje op neerkeken, weet je. Het was echt voor ja, ja. de junkies, weet je, de uitgemergelde mensen op de straat en... Ja. Uh, Nee, dat was ik nooit van ja. Tot ik me eigenlijk gewoon uh, uh, een keertje toch uh, in die situatie uh, heb laten meeslepen. Mm. En toen merkte ik wel meteen van hey Het werkt wel. Hier kan ik wat mee. Ja, ja. En uh, ja, eigenlijk ja. sinds die eerste keer uh, ben ik dat uh, blijven doen. Ja. Um, niet dagelijks. Dat mm. was één keer in de maand. Toen werd het één keer in de week. Ja, maar zo gaat het dat. drie keer in de week. Ja. Het is progressief. Dus ja. Um, ja, zo is dat eigenlijk een beetje begonnen. Echt alcohol. Mm. Toen toch een keertje uh, in aanraking gekomen met harddrugs. En uh, de rest is geschiedenis. Ja, ja nou, zo gaat het natuurlijk wel. Hè? Ja. En die ene keer dat je dat ontdekt, dat zo'n middel eigenlijk gewoon werkt zoals je eigenlijk... Uh, we weten, er is eigenlijk geen medicatie voor verslaving. Ja. Maar dit is eigenlijk een soort medicatie voor het leven. Hè? Inderdaad, die middelen die je dan neemt. Want ik herken het, maar ja, ik hoor het eigenlijk iedereen. Ja. Toch dat niet kunnen omgaan met die gevoelens en die gevoeligheid. En ook niet weten hoe je daarmee om moet gaan. En werd kom jij? Uh, nou, je vader is natuurlijk ook een bekende Nederlander. Had je daar nog een soort van. Vond je dat lastig of vond je dat wel fijn? Um, nee, ja, mensen vragen me wel eens: had je liever een onbekende vader gehad? Ik, maar mijn vader is bekend sinds ik. Uh... Denken, ja, dus ik uh, weet niet beter. Hè? Ik weet niet beter, dus uh, in dat op zich vind ik het moeilijk oordelen, maar ik heb daar wel uh, moeilijke momenten in gehad. Weet je, ja, oh, ja. Op, op het schoolplein dat, uh, ja. dat ouders iets zeiden over je vader of zo, of dat je uh, merkte dat je anders behandeld mm, werd. Ja. Uh, som, soms ook heel positief, weet je, dat je, dat ja. je voorrang kreeg met iets, maar vaak uh, was het ook heel erg een soort van. Jalousie die heerste, bijvoorbeeld op een voetbalclub of zo, weet ja, je wel dat je dan alle ouders van andere kinderen uit en uit jouw, oh, die zoon van Dries die ja. zetten we wissel of zo, weet je wel. Ja. Dan dat voelde ik wel heel erg, een soort van afgunst jaloezie waar ik eigenlijk niets kan doen en wat dan nee, dat ja, ik gecreëerd ik was op een ja. soort bekende vader. En dan, toen heb ik wel gehad dat ik van een voetbalclub ging switchen en dat soort dingen ja. maakte ik wel mee, dat soort kleine dingen. Ja, ja. en werd er bij jullie thuisvraag altijd aan iedereen eigenlijk gepraat over gevoelens. Ken jij dat of was dat? Was dat uh, zo? Nee, Nee, er werd niet echt veel over gepraat, maar dat klinkt heel erg of, of alsof dat ook niet kon. Maar ik, ik wou dat nooit of zo. Je ik wou het zelf heb, niet. Nee, ik heb, ik heb uh, twee ouders waarvan ik zeker weet dat dat uh, mogelijk was ja. geweest en die me <clears throat> dat vaak uh, waarschijnlijk ook wel gevraagd hebben, mm. maar waar ik daar nooit of, op inging of dacht van laat maar, weet je wat, dat Ik ja. weet niet, toch iets ongemakkelijks vond ik dat. Ja. Uh, vond ik dat hebben. Ik heb dat uh, nooit echt geleerd. Maar dat, dat heb ik meer, denk ik, aan mezelf te wijten als uh, mm. aan mijn ouders. Ja. Ja. Nou ja, dat is ook wel weer herkenbaar. Dat hoor ik ook bij heel veel jongeren uh, waar ik werk... die dat ook zeggen, dat die ouders dan zeggen van... hij wil of zij wil ook helemaal niet praten. Ja. Maar dat is ook dat stukje... Uh, de ene, aan de ene kant voel je je heel ongemakkelijk en dat gevoelige... maar aan de andere kant weet je er ook geen raad mee. Want ik wou vroeger ook nooit praten. En ik weet nog de eerste keer dat ik in de kliniek zit... Na, na een paar weken of na twee weken, ze wat kom je eigenlijk doen? Want ik zei altijd: hij nou, gaat goed, we hebben niks aan de hand, en uh, ja. ja, maar daaronder zat ik eigenlijk helemaal vast. Of ja, zo, weet je, wil je niet tot de kern komen? Nee, maar ik wist ook helemaal niet hoe dat moet. Dat is toch niet iets wat je leert praten? Nee, nee, dat uh, heb ik ook wel eens gezegd. Weet je, we leren heel veel uh, op school, maar uh, gevoelens en uh, omgaan met emoties en dat soort dingen, weet dingen dat. waar je dagelijks mee te maken hebt. Ja. Uh, dat leer je eigenlijk niet. Nee, leer je liever Duits. Ja, nou daar heb je echt wat aan. Dat ja, ja. <laughs> ja. tegenwoordig niet meer zo heel veel. Nee. <laughs> hey, maar nou ja, als we nog even teruggaan, hè, zo van, ben je 16, neem je een drankje, dan komt er een middel bij en zo. En, en wanneer... Uh, want je bent toch ook DJ, meneer? Vanaf, ja. wanneer, ja, wanneer, vanaf wanneer? Ja, je, vanaf je dat Ik ben doen? om uh, 18, 19, e ben ik DJ geworden. Oh. En dat ging vanuit een televisieprogramma waarin je eigenlijk zag dat ik DJ ging worden. Um, werd dat bekendgemaakt. Dus wat gebeurde is dat ik op het ene moment nog in een soort uh, ja, een barista tent uh, werkte. Op ja. de Albert Kuipmarkt. En eigenlijk de volgende week honderd uh, boekingen in mijn agenda had staan. Ja. En ging dus van de ene week op de andere week... ging ik eigenlijk van uh, die jongen in de barista tent naar podiums voor duizenden mensen... En daar was ik niet op voorbereid. Nee, dat is nee daar ik. was ik niet op voorbereid. Nee, daar en was wat ik, deed ja. dat met je dan? Ja, dat, dat uh, mm. was uh, niet te doen, nuchter voor mij. Daar moest echt drank in voordat ja. ik dat durfde. En wat, gewoon zo angst, onzekerheid? Onzekerheid, ja. angst. Um, ja, ik denk dat dat de twee belangrijkste dingen zijn. Ja, ik, uh, ik zag mezelf helemaal niet zo. Nee. En ja, dan kom je in een keer ergens aan waar mensen helemaal uit hun dak gaan... en, en alles van je willen en tussen zes beveiligingsmensen uh, ja. podiums opmoet... om tussen de, de gillende meiden door te kunnen komen. En, ja. ja, dat was voor mij echt... Ik dacht van, waar, waar ben ik in mijn land, man? En ja. Ik merkte dus heel erg, en, en dat heeft me toen wel heel erg aan het denken gezet... dat ik dacht van, hey, anders zou je misschien enorm van genieten. Dat ja. je wel van, ja, dacht. En, en ik merkte van, nee, dat... Natuurlijk vind, vind ik dat leuk en was dat mm -hmm. een soort compliment voor me. Maar de angst en onzekerheid was zo overheersend daarop dat ik daar helemaal niet van kon genieten. Nee. En toen merkte ik weer heel erg van nee, er zit iets in mij wat ik niet goed onder controle heb. En wat ik dus continu wil verdoven. Ja, ja maar het is toch ook logisch als je daar in één keer zo in terechtkomt. Dus dan wordt eigenlijk die, die, zeg maar, wat er dan. Onderliggend is, wordt eigenlijk nog een keer uitvergroot als je daar een vergrootglas van heel veel aandacht op zet. Ja. En dan inderdaad beveiligen ze mensen om je heen. Dus, en dat, weet je, het klinkt altijd voor mensen die luisteren of kijken, dat uh, heel veel mensen denken dat van, als je dan bekend bent en meisjes en toestanden en alles dat klinkt op papier heel leuk. Ja. Maar in de realiteit is het best wel heel heftig. En, weet je, het is ook niet mensen trekken en duwen aan je. Ik weet dat nog. Van de, van de tijd van doen, maar het is een hele andere tijd, hetzelfde principe. Het is echt wel heel bizar, eigenlijk. Ja, ja het is heel bizar. En uh, ja, wat ik zeg, ik, ik denk dat het een beetje ligt aan, uh, aan je persoonlijkheid. Ik denk dat sommige mensen er wel ontzettend van kunnen genieten. Ja. Maar wat je toch in de praktijk ook ziet, kijk, wij uh, zijn in dit kikkerlandje hebben we hebben een paar mensen die ons uh, herkennen. Ja. Maar als je kijkt naar de wereldsterren, ja, zie je natuurlijk helemaal... ook superveel hoe, ja. hoe, hoeveel uh, mensen daar kapot gaan aan de alcohol en ja. de drugs. En uh, ja, dat is denk ik geen toeval. Nee, en, en dat zie je nu ook weer. Dat, dat lijkt me ook zo lastig voor jou. En daarom vind ik het wel echt een compliment dat jij heel open bent in de media. Hè? Ook over je terugval en nu en alles, nou, dat je ook vandaag hier bent. Mm -hmm. Maar iedereen vindt natuurlijk wat van je de hele tijd. Ja. Ja, iedereen vindt er, vindt er wat van en zeker ook van uh, het onderwerp verslaving. Je vecht natuurlijk ook altijd een beetje tegen een stigma. Hè? Je hebt een, een groep mensen die, uh, ja. die je steunen en die je begrijpen. Maar ook een, uh, een, een heel groot uh, deel van de mensen die zeggen van ja, als je er zoveel problemen mee ervaart en je doet alle mensen om je heen pijn, dan stop je toch gewoon. Weet je. Ja. je bent gewoon een junk en uh, je hebt geen karakter, je hebt geen ruggengraat. En, uh, maar ik snap mm. dat ook heel goed. Ik, ik, want ik kijk mm. daar ook zo naar. Mm. Toen vroeger ik, bedoel je? Ja, vroeger ja. Ja. Toen, ja. Toen ik niet snapte dat, dat verslaving een, een ziekte eigenlijk is. Maar uh, ik noem het vaak liever een soort stor, een stoornis. Ja. Dat vind ik een betere Ik vooring, ook een beter woord. Ja. Een aandoening, een stoornis. Ja, het ja. ja, is een soort storing ja. in, 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 uh, in het, het dopamine systeem. In, in het gelukshormoon mm. uh, gebeuren. Op het moment dat ik iets leuk vind... Dan, ja, dan gebeurt er iets anders dan dat het bij de meeste mensen gebeurt. En ja, op het moment dat je dat niet weet en niet doorhebt, dan, uh, ja, dan snap ik dat je, uh, dat je zo denkt. Dat je denkt van ja, je maakt alles kapot en je gaat gewoon door. Ja. Maar ja, ja. Het is, ik, ik, zie, ik zie het ook omheen, weet je, mensen die uh, onder bewindvoering staan uh, uh, en die gewoon weten, als ik nog één keer gebruik, dan ja. zie ik mijn kinderen nooit meer. En toch gebruiken ze. En dat is ja. echt niet omdat ze niet van hun kinderen houden. En dat laat mij zien hoe vreselijk sterk het is. Ja, nou ja. ja, dat is inderdaad dat is een goed punt. Maar zo is het inderdaad ook. Kijk, als. Als natuurlijk mensen zeggen, ja, je moet gewoon stoppen en het zijn slappelingen en wat dan ook. Als, je dat zou, als wij dat zouden kunnen, dan hadden we dat al lang gedaan, toch? Ja, ja, ja maar dat is nou precies wat iemand met een verslaving niet lukt, om die, die raakt die controle kwijt. Ja. En dan onderliggend, precies wat jij zegt, dat herken ik ook. En ik denk dat dat voor 99% van de mensen geldt, die onderliggende gevoeligheid, onzekerheid of leeg, hoe je het ook wil noemen. Ja. En hoe zag jouw leven? Nou, ja, je was dan 18 en dan gelijk hup bam, succes boekingen uh, rammeroze beukens <laughs> optreden ja, ja. meisjes alles en meestal dat vul ik dan maar even in maar dat kan ik me zo voorstellen aandacht en en dan uh, nou, komen de middelen wanneer ging het bij jou echt dat je dacht van nou uh, nou gaat het wel een beetje uit de hand lopen had je dat zelf door met qua middelen gebruik ja ja wat ik op een gegeven moment doorkreeg is dat het van uh, uh, een plezierige ervaring en echt, dat het werkte op het begin heel goed voor mij, weet je, het dempen van ja. mijn gevoelens en mijn emoties. En heel erg in het nu kunnen zijn door, door de drugs. Niet meer aan morgen denken, niet meer aan gisteren denken. En op een gegeven moment merkte ik dat het dingen kapot in mij ging maken. Dat ik in uh, een soort uh, uh, psychotische toestanden kwam. En uh, ja, heel angstig ervan werd. En dat het eigenlijk heel erg tegen me ging werken. Dat, juist, ja, juist. Uh, het, dat het juist een soort. Um, emotie en gevoel versterker werd. Op ja. het moment dat ik heel bang was en ik ging de kook ingooien... gooien. Ja. ik alleen maar, alleen maar banger. En helemaal ja, paras ik. zat ik op de bank... met ja. beveiligingscamera's van mijn huis te luisteren. En dan dacht ik dat er, dat er mensen boven liepen. En dan rende ik naar boven en dan hoorde ik beneden weer wat. En, en toen dacht ik wel van, wow, wat is er aan de hand? En daar heb ik heel veel angstige momenten in gehad. Uh, momenten die misschien ook wel bijna het leven hebben kunnen kosten dat ik op drie hoog uh, half uit een raam hing omdat ik dacht dat de mensen in de gang stonden die mijn huis gingen bestormen. Ja, waanzinnige. En ik herken dat het echt van cocaïne is. Dat ja, he? Ik heb ja. dat ook. Ja, jongen, je ziet ze echt vliegen. Ja. En <clears throat> dat soort situaties had ik. En toch zag ik dat ik doorging. Ja. En, en toen bizar, dacht hè? ik van, nou, dit ja. is echt. Uh, dit is heel heftig waar ik nu in zit. Dus je had wel. Dan was wel een soort van erkenning van, uh, kijk, ik heb een verslaving. Dit is echt een probleem. Ja. Nou, dat zeg maar echt dat het dat het ja, verslaving wist ik wel wat het inhouden... wat verslaving echt mm. inhoudt, wist ik niet op dat moment. Maar ik wist wel van, ja, ik heb het niet meer in de hand. Ik kan niet stoppen. Nee. Het, het lukt me niet om te Ondanks stoppen. Ondanks al die shit, die Ondanks, gemaakt, al ja. mm. Ondanks al het verdriet bij mijn ouders. Ondanks al het verdriet bij de hele familie. Ondanks alles wat ik kapot maakte. Ondanks al die vreemde momenten tijdens mm. die, die, die trips. Hoe ging je vader daarmee om dan? Ja, mijn vader is iemand die uh, heel rustig is. Um, dus waar ik veel teleurstelling bij zag, wel ook veel angst. Mm -hmm. Die hebben me ook wel eens verteld dat hij bijvoorbeeld aan dromen had... dat hij op mijn uh, uitvaart stond te spreken. En dat soort dingen. Dus uh, ja, Hechtig. dat zijn dingen die je enorm ja. raken. En mijn moeder is net als mij, mijn moeder is een super emotioneel persoon. En mijn moeder heb ik echt in, in staten gezien... dat ik echt een hekel aan mezelf kreeg. Ja, is heftig, hè? Ja, het is, het is, het is, het is verdriet feest. wat je gespiegeld krijgt ja. van je naaste eigenlijk. Ja, ja. 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 ja en, en het lijkt... Het lijkt dus zo harteloos dat je dat dus ziet en dat je gewoon doorgaat. Maar ja. Ja, zo werkt het niet. Je, tuurlijk wil ja, ik. ik Mijn moeder is me alles. En ja. ik wil er alles aan doen om haar geen verdriet. om haar rust te kunnen bezorgen in haar leven. En dat zij het goed hebt. Maar het lukte me echt niet. Nee. Het lukte me niet. Nee, maar dit is precies wat verslaving is. Weet je. Ja. Er is. Er zijn geen. Ik geloof daar ook niet in. Dat er mensen zijn die je daarvan kunnen afhouden. Je kan het een tijdje voor je vader en moeder en, en, en voor je vriendin doen, ja. en wat dan ook. Je moet het zelf willen. Maar je moet het echt zelf willen. En de machteloosheid die je eigenlijk beschrijft, is gewoon heel tekenend hè. Van dat je ja. het toch ziet en toch kan je er niet mee stoppen. Maar heb je, ben je toen. Hoe lang ben je zeg maar doorgegaan voordat je echt bent hulp gaan zoeken? Ik heb um, denk ik vanaf mijn. 19e, 20e door mijn management uh, toen Arald Langeveld uh, ja. toegewezen gekregen. Nou toegewezen is ja. een, alsof ik daar verplicht heen moest, maar die heeft me aan hem voorgesteld. Hij zei ja. ga daar eens heen. Die man heeft heel veel verstand, veel meegemaakt qua qua uh, uh, verslaving. Uh, ga er eens heen. En ik had zo'n mega klik met uh, met die gozer. Ja leuk. En die heeft mij eigenlijk vanaf uh, mijn 20e tot de dag van vandaag ja, als ik niet goed in mijn vel zit of er is iets, ik bel altijd Arald en uh, ja, bij hem is het echt begonnen hij is wel echt uh, mooi ja hij is mijn begin geweest van uh, van mijn herstel en uh, door hem ook uiteindelijk toch in uh, een paar jaar later voor het eerst in de kliniek terecht gekomen. ja 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 toch wel dat je dacht het lukt me gewoon niet en ik moet er echt wat aan doen ja. nee ja en en ook die momenten dat je dan besluit van ik, ik denk dat het ook heel herkenbaar is voor mensen dat je denkt oké okay, ik ga er nu wat aan doen dus je bent high, je denkt morgen ja. ga ik. En ik had een afspraak en je wordt s morgens wakker. En je denkt... Ja, ik krijg de pest. Hé, hey, maar ik kan het nou toch weer mm. dat je het ja. alleen kan. En uh, nou, mijn moeder weer helemaal in paniek. We zouden gaan. Mm. en uh, Mijn moeder had Arot opgebeld. En die zet hem op spreken en die gooit zo die telefoon naar me toe. Als een soort laatste hoop, een soort handgranaat richting nou, ja. mijn kant. En, ja, ik weet niet eens meer wat hij zei. <coughs> hij zei drie zinnen tegen me. Ik zeg oké okay, Arot, ik ga mijn schoenen aan doen. En uh, toen ben ik gegaan. Ja, goed. Ja. ja, ja, ja. En wat, wat merkte je bij uh, toen je voor het eerst in de kliniek kwam? Was in het buitenland, hè? Nee, de eerste of, keer was in Nederland. Oh, ook in ja. Nederland, ja. oké. Okay. En wat, wat ontdekte jij nou over jezelf over verslaving wat je nog niet wist? Eigenlijk kreeg ik heel erg de bevestiging, dus van, van uh, dat ik heel veel dingen aan het dempen ben, uh, wat ik heel, waar ik heel veel moeite mee heb om uh, om, om te gaan. Dus eigenlijk de gevoelens en die emoties. Ja. Dat was voor mij een heel uh, een belangrijk punt, een stukje lage eigenwaarde, um, maar dus ook duidelijk voor mezelf in kunnen zien dat ik een uh, ja eigenlijk een soort uh, stoornis heb mm -hmm. en um, dat op het moment dat ik die eerste oppak dat ik geen uh, geen macht meer heb, yeah. dat ik de macht yeah. uit handen geef. Ik, ik, ik vind het nog steeds wel een. Oh, zo, dan gaan we bijna een glazen door de glazen door de dak heen. Nee, ik vind het nog steeds wel een. een de, de machteloosheid, uh, waar, waar die nou begint, vind ik nog steeds wel een moeilijke. Mm -hmm. Weet je, mensen je bent eigenlijk altijd machteloos over verslaving. Ik denk wel heel erg dat als je de juiste dingen doet, dat je jezelf altijd voor de eerste kan behoeden. Eens? Uh, ja, ben ik met je maar aans. op het moment dat die erin gaat, Ja, dan ben je weg. Dan ja. neem ik alle risico's. Ja. Dan. dan ja dan is het niet meer aan mij wat er gebeurt. Nee. En dat is eigenlijk superbehangstig... omdat je die stap elke keer neemt. Ja. Ja, ja maar dat is... Dat is het, het blijft natuurlijk toch een fenomeen. Daarom heb ik ook deze podcast... Hè, om daar eigenlijk in alle diepte en lengte over te praten. Dat, dat is gewoon het verschil tussen... wat wij hebben en andere mensen... Uh, ik kan ook niet die, die eerste dan gooi, het is een Je gooit een kwartje een automaat en, oh. en uh, ja, zo is het. En ik ben gewoon niet meer René. Er gebeurt iets in me en uh, ja, ik ga gewoon. Weet je wel, alles. Ik weet dat ik alles wat ik nu opgebouwd heb in de jaren, vergooi ik gewoon in, in, in een in, in split second. Ja. So, en dan denk je, ja, dat is nou ja, waanzin hè zo noemen ze het ook. Maar je wordt echt. Er gaat iets gebeuren, het is best moeilijk te beschrijven wat het dan is, ja. maar gewoon je hele systeem. En je kan niet meer stoppen, en je weet dat het niet kan, en toch blijf je doen. Maar ik vind het ook wel bijzonder dat je zegt van, ik kwam er dan achter die lage eigenwaarde, want ik kan me voorstellen mensen die naar jou kijken, hè, die zien dan nou Dave en bekend en succes en het kan niet op, maar dan heb je toch een lage eigenwaarde. Hoe, ja. hoe, eh, of had je, en, hoe verklaar je dat zelf, of, hoe zie je dat zelf? Wat voel je dan in die lage eigenwaarde? Nou ja, wat ik je net zei eigenlijk. De, de, de andere behandeling uh, die, je, die je in je jeugd voelde. Ja. Een soort afgunst die je mm. voelde in je jeugd vanuit dus een bekende familie. Um, dat, dat andere vaders van vriendjes daar heel erg lacherig over konden doen. Weet je, ja, ja. niet serieus uh, genomen ja. uh, gevoeld worden. Um, ik denk dat het, daar, dat het daar veel mee te maken hebt. En eigenlijk later ook doordat ik een uh, ja, ik denk dat het ook veel een beetje met mijn uiterlijk te maken weet. Je, ik hou van de sportschool. Uh, hmm. uh, ik heb een modellencarrière gedaan. En zo. Dat, ja, dat, dat dat ik toch vond. Uh, hoe serieus gaan mensen het nemen als ze mij zien dat ik zeg ik ben een hele gevoelige en onzekere jongen? Ja, ja. Terwijl ik denk, je uh, de buitenkant uh, maar Het is de... wel dat is echt wat het wat, wat het ja, wat ik het was en wat het ja, nog steeds geloof. is. En ja, ja, dan denken mensen. Uh, ik weet niet, ik vond ik dat gewoon. Uh, ik denk ik word niet gehoord. En dat is allemaal. Het speelt zich allemaal hieraf. Ja. Het is allemaal maar uh, nou ja. een gedachte die ik had. En uiteindelijk uh, ja, kon ik gewoon niet meer anders en moest ik gewoon uh, met mijn gevoel op tafel. Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat je uh, wel gelijk hebt, ook je zegt ik word niet gehoord. mensen zien. Natuurlijk ook alleen jouw buitenkant. En daarom vind ik het wel goed dat je dit soort dingen ook hier juist wel vertelt. Ja. Want ja, weet je, iedereen die je ziet op televisie of wat dan ook, maar jij bent gewoon jij. En van binnen ben je niet anders dan een ander mens. En heb je dezelfde dingen waar je mee worstelt. Ja, ja en het was, het was natuurlijk ook, ik denk dat het misschien een beetje een mannending is, maar dat het ook een soort van uh, zwakte was. Weet je, dat ik denk van nou, laat die mensen ook maar. Een beetje dat beeld houden van, uh, oh dat gaat goed met hem en hij ziet er goed uit ja, en hij ja, traint ja. veel. En, uh, die... en als je ja. dan moet gaan vertellen, ja jongens, ik ben een hele gevoelige, onzekere jongen. <laughs> <laughs> dat voelde ook niet top, weet je wel. Ja. En dat is denk ik heel erg de leeftijd geweest, altijd. Ik, uh, ik voor volgende maand, word ik, uh, word ik 30. Dus. Uh, ja, Ik ben daar gelukkig wel overheen gegroeid. Ik, uh, ja. ik schaam me niet om te zeggen dat ik gevoelig ben of dat ik, uh, maar dat nou, ik ook een je voorzend gereden heb. Hoef je nee, toch niet dat voor hoeft ook te, niet. Maar nee. dat is wel iets. Ja, dat, daar liep ik nou eenmaal gewoon ja. heel erg mee. Ja, maar ja. weet jij, jij zegt dat, maar weet je hoeveel mensen dat hebben? Er zijn, ik denk, nou bijna iedereen heeft wel zo'n stuk. Ik ken echt heel weinig mensen die dat niet hebben. Ja. En, en de meeste mensen hebben dat alleen, ja. kunnen dat heel mooi verpakken. Ja. en verbloemen. Ja. Dus dat is ja, maakt juist mooi en echt en en ja, dat is ook wat het is. En zeker met verslaving zie je eigenlijk al die mensen hetzelfde hebben die lage eigenwaarde, die gevoeligheid en die stoornis van ik kan er niet één pakken want dan ben ik gelijk weg. Ja. ja dat is eigenlijk wel. Weet je wat het is? Ja. En wat? Uh, ja. Nou, je bent. Je bent in herstel geraakt, maar toen ben je toch blijven uh, dj'en. en En, en het uh, nou, is natuurlijk een wereld om je niet uit te leggen waar veel ja, drank-drugs is bijvoorbeeld. Mm -hmm. En heb je toch wel een tijd ging dat ook wel. Ik heb dat drie jaar lang uh, clean gedaan. Ik vind in, het clean best, en in herstel. Ja, ik vind dat best knap. Ik denk ja. dan, nou, dat weet je, dat is wel echt de kat op het spek binnen, zeg maar. Maar het ging Klopt. toch altijd goed. Ja, het ging heel goed. Ik... Uh, ik denk dat het eigenlijk uh, weer zou kunnen. Ik heb de keuze gemaakt om te stoppen. Omdat ik uh, ja. Ja, toch heb gemerkt dat het wel moeilijk is. Oh, ja. ja, ik denk het niet onmogelijk. Nee, wat ik heb gewoon in het begin ook heel erg mazzel gehad. Toen ik, toen ik in de kliniek ging, heb ik Reda Saleh uh, ontmoet. Waar ja. ik dus nu uh, samen de kliniek mee heb. Hij werd mijn sponsor. En uh, ja, die man is een soort uh, Bijbel voor herstel voor mij. Mm. Die heeft me zoveel geleerd. En. Uh, die heeft me echt letterlijk aan mijn hand het uh, eerste jaar doorheen getrokken. Weet ja. je wel? Die, uh, daar heb ik zoveel van geleerd. Ik denk dat ik van hem meer heb geleerd dan dat ik in de kliniek heb geleerd. Mm -hmm. Hij heeft me echt laten zien hoe je een nieuw leven kan opbouwen. En ik, uh, ik zag iets in hem wat ik dacht van: ja, dat wil ik. Ja. Hij kwam spreken in de, in, in de kliniek en dan ging zijn verhaal doen. Ik dacht. Dit is, dit is wat ik wil. Mm, no en door dat vertrouwen wat ik in hem had, nam yeah. ik ook alles aan wat hij zei. Hij zegt, weet je wat jij moet doen? Hij zegt, laat het denken voorlopig maar even naar mij over. <laughs> en ik deed het, weet je wel. Als hij zei dat ik linksaf moest gaan, ging ik linksaf. Ja. Weet je, want ik, ik wist dat ik met mijn beste denken, zat ik een week later, zat ik weer op de bank in mijn eentje te gebruiken in een soort psychose. Dus ik dacht, nou, laat ik, hem een jaar, uh, laat ik het een jaar aan hem overlaten. Yeah. Dus en, je hebt je echt uh, laten begeleiden en helpen. Ja, ja, ja maar dat, ik, dat hebben we ook nodig. Ja, gedaan. dat hebben we echt. Uh, ja. Tenminste, ik heb dat heel erg nodig. Uh, nou, niet gehad. alleen jij, hoor. Ja. Dat, weet je, dat, dat wordt. Dat is juist het, waar het ook misgaat. Mensen in herstel. Het gaat een tijdje goed. In het begin van de podcast geloven. En dan denken ze: nou, het lukt wel, kan het wel. Maar je hoofd. Hè, ik zeg altijd: mensen met een verslaving... Ze zijn net zo'n auto die niet uitgelijnd is. En langzaam trekt die naar links of rechts. Dat ja. merk je in het begin niet. Maar op een gegeven moment klap je tegen de vangrail. En dan ja. denk je. Fack hoe ben ik hier nou gekomen? Ja. Weet ja, je? Ja, ja, ons hoofd ja. die gaat gewoon en kan je zeggen ook na 13 jaar als ik niet gewoon mijn herstel, mijn meditatie, mijn gebed en allemaal dingen blijf doen, dan gaat dat gewoon een eigen leven leiden. Ja. Dus ja, goed maar nee, dat, dat je dat, dat gedaan hebt. Maar en de de ter, terugval zeg maar dan van half jaar geleden mm -hmm. is dan gekomen omdat je dat toch ja, minder bent gaan doen of niet meer bent gaan doen? Eigenlijk uh, vrijwel <tus> niet meer ben gaan doen. Ja. Nee. Ik ben echt uh, op een punt gekomen waarin ik dacht van uh, het, het lukt nu wel. Ja. Um, eigenlijk een beetje ja, ondankbaar geweest naar uh, ja. eigenlijk alles wat herstel is. Hè, want ik zeg eigenlijk van ik, ik, ik kan het ook zelf. Ja, ja. Terwijl eigenlijk ja, ik vergat dus gewoon dat waar, waarom ging het goed? Omdat ik al die dingen deed. Ja. En niet omdat ik nu zo lang niks had gebruikt. Want niet gebruiken en in herstel zijn, zijn twee com compleet verschillende dingen. Gewoon als verslaafde niet gebruiken en niks in je problemen doen, dan zou ik nog eerder zeggen blijf lekker doorgaan met gebruiken. Want dan kom je echt in een, in een ramp terecht. Mm. Want je, je moet echt jezelf aankijken mm. en echt je problemen op gaan lossen. Weet je. En dat is moet je je herstel is. Ja. ja, dat is wat herstel mm. is. Nou ja, en op, je dat, op het moment dat je dat dan hebt gedaan uh, en denkt van nu kan ik het zelf alweer. Je gaat weer uh, uh, in de verkeerde omgeving zoeken. Ja. Uh, zitten. Ik had bijvoorbeeld heel erg dat ik dan weer veel met oude vrienden omging. Ja. Die me nooit hebben aangespoord om mm. iets te doen of zo. Maar dan zat ik aan een bar met, uh, met vijf, zes gasten. Ja. En iedereen nam zijn biertje en ik had mijn colaatje. En ja, dat ging een tijd goed. Ja. Maar toch merkte je, weet je, hun, ja. hun connecten met elkaar. En jij raakt, ja, je komt toch in een soort hele ja. andere energie, vind ik dan. Ja, is ook zo. Op een bepaald moment. <clears throat> en dan ging ik me toch eenzaam voelen. Omdat ja. ik eigenlijk... Niet meer naar die meetings ging. Ja. Ik had geen mensen meer die, die in hetzelfde schuitje zaten als mij. Dus mijn heel, ik was een soort Remi alleen op de wereld. Van iedereen kan, gaat lekker door. Ja. En ik zit nou zielig en ik mag, mag niks meer. Ja, maar dan, dat is je hoofd al die tegen je praat. Hè, van dat soort gedachten, ja. dat begint het mee. Ja. ja, en ik denk dat je wel op een ja. punt kan komen dat, je, mm. dat het niet meer is. Ik mag niks meer, maar ik wil niks meer. Ja. En dat is uh, een heel mooi verschil, denk ik. Ja, dat, dat is, en een stap daarna is ook nog, ik hoef ook niks meer. Hè. Dus, ja. eh, dat, maar dat heb ik ook, dat is natuurlijk vaak die fases van, in het begin is het, ik mag niks meer, ik kan het niet, maar ik kan het niet, kan het niet meer, het, het werkt niet. En, en inderdaad, ik mag het niet. En ik wil het ook niet meer, maar op een gegeven moment hoeft het ook niet meer. Want dan heb je echt als herstel wat meer gefundeerd is, dan heb je echt iets gevonden wat ja, die oplossing geeft voor inderdaad die, Moeilijke gevoelens, het hoofd wat alle kanten op gaat, uh, uh, lage eigenwaarde. nou ja, alles wat het leven eigenlijk brengt. En is hè? dat je ja. gewoon een andere manier van ja, oplossingen leven vindt, maar ja, dat ja. wat jij zegt, dat is gewoon. Ik denk dat gebeurt bij zoveel mensen. Ze gaan een tijd naar de meeting, een tijd dingen doen en dan langzaam laat je dat los. Ik heb ook periodes gehad in mijn herstelde... Ik dacht ik, ja, weer zo'n meeting, weer al die koppen en weer zo'n verhaal. En dat was eigenlijk mijn hoofd die al tegen me zei van... nou, het hoeft al niet zo meer, weet je wel. Ja. Maar dan ging we op een gegeven moment toch heel slecht voor. Toen dacht ik, nee, ik moet het... Moet <laughs> ik toch moet toch blijven gaan. Ik moet gewoon blijven gaan. En wat ja. jij zei, uh, een sponsor, gewoon naar die mensen blijven luisteren... die jou steeds weer even recht kunnen zetten. Dat is zo belangrijk. Ja, zeker. Zeker. En het is... Uh... Het is gewoon het hele pakket voor mij wat werkt, weet je wel, als je en, en je stappen doet, en je hebt je sponsor ja. en je doet je service. En je, als je het totale pakket, dan kom je gewoon in een hele gezonde omgeving terecht. Ja. Weet je wel. Ja. En, en vind jij het nou niet lastig? Want ik vroeg dat het even voordat uh, dingen aanstond, om gewoon dan als Dave Roel in zo'n meeting te zitten. Of heb je, vind je dat lastig? Ja, ik, ja. ik kan maar, want er nou ja, zijn weinig mensen die jou niet kennen, denk ik. Ja, nee, dat vind ik wel lastig. Wat ik, uh, daar struggle ik ook nog steeds wel mee. En dat is wel waar ik veel ook met mijn sponsor over praat. Ja. Um, ik, ik kan veel kwijt op een meeting. Ja. Uh, het is goed om een meeting te zijn om, om, om ook te luisteren. Mm -hmm. um, maar ik heb wel, als ik, als ik uh, op privé dingen met, met shit zit, ja. dan merk ik dat ik me niet comfortabel Graag. genoeg voel. Ja. Uh, om dat eruit te gooien. Want ja, ja. wie weet staat het morgen weer in een, in een boekje of whatever... waar ik ja. geen, geen zin in heb. Um, dus ja, dat, dat is een moeilijk ding. Daar ben ik uh, wel eerlijk over. Ja, ik, ja. ik kan op een meeting voor mijn gevoel um, niet alles kwijt. Nee. nee. Maar veel wel. Ja, 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 goed. Maar des te knapper vind ik het ook dat je dan toch gaat... Want, ja, ja het, ik zou ook zeggen, het moet. Je moet ja. gaan. Maar dan nog, hè, ik, het lijkt me lastig en je bent overal te vinden en te zien. En dat maakt het. Ik begrijp het wel. En ik denk dat dat niet alleen voor jou geldt: dat iedereen wel lastig vindt om echt de aller kwetsbaarste dingen op een meeting te delen. Tuurlijk. En dat, ik denk dat dat ook niet altijd hoeft. Weet je. Ik denk dat, nee, uh, dat, een, dat een sponsor daar een hele belangrijke functie in heeft. Ja. Dat, een, dat je een sponsor vindt. Waarbij je zo uh, op je gemak en uh, waar je zoveel vertrouwen in hebt. dat je denkt: deze man of vrouw, ja. kan ik alles vertellen. Ja, en dat, dat blijft bij hem. Of een fellow. En ja. voor de mensen die nog niet weten: een sponsor is niet iemand die je geld geeft. Nee. maar die zijn ervaring. Helaas niet. <laughs> die zijn ervaring deelt. Hè? Die dus verder is verder in het programma. en eigenlijk jouw 12 die jou daarmee helpt. Ja. Hey, en uh, nou, je, je bent nu vader. Ja. Hoe oud is je zoontje? Tweeënhalf. Tweeënhalf. En, en hoe zie jij nu uh, ja, de toekomst voor je, zeg maar, qua herstel en qua je leefjes zijn? DJ, ja, het is nog een beetje. Het is ook lastig om er afscheid van te nemen. Ja. Herken dat wel, want het is natuurlijk ook een passie. Muziek, ik heb dat, Ja, ja. ja of het heel erg een passie, voor mij uh, is, weet ik niet. Het is wel echt begonnen dat ik dacht van oké, okay, hier kan ik wel lekker geld mee gaan verdienen. ben ik gewoon eerlijk over. Het okay. was nou niet dat ik een soort muziekfreak ben geweest, uh, mijn hele leven of zo. Dus dat ging best wel makkelijk, maar het was voor mij zakelijk wel een, een hele moeilijke beslissing. Om dat te stoppen? Ja, om ja, dat te stoppen. Ja, ik. En maar ik heb die knop wel, uh, wel ja. doorgehakt. En uh, ja, ook net wat je zegt, ik ben, ik ben vaardig geworden 2,5 jaar geleden. Ja. En uh, ja, ik, ik, ik kan niet meer terug. Nee. En terug naar wat? <laughs> terug naar de, de ellende waarin ik nee. in heb gezeten. Ik, uh, ik heb een grote verantwoording nu mm. en die, uh, die wil ik nemen. Ja. En uh, ik, uh, ik heb ook wel een bepaalde zelfliefde gevonden. waarin ik wel tegenwoordig kan zien wat mijn, mijn goede kwaliteiten zijn. en, en dat, ik, dat ik best een, een, een goed mens kan zijn. En dat wil ik gewoon uh, aan mijn kind kunnen geven. Ja, ja en, dat is belangrijk, ja. jongen. Ja. Ik weet heel goed wat ik hem, uh, ja, wat ik hem hmm. niet wil laten zien en wat ja. ik hem wel wil laten zien. En uh, ja, het allerbelangrijkste blijft wat je zegt: dat ik het echt uh, voor het grootste deel voor mezelf doe. Ja. Want ik, ja, ik wil het gewoon. Ik heb me zo slecht gevoeld. Ik ja, heb me zo slecht nee, het, is oh, ja. Ja. Ja, het is verschrikkelijk. Ja, het is verschrikkelijk. Maar ja, goed, ik weet ook. Ik had op een gegeven moment ook een zoontje. En uh, ik heb nog steeds een zoon gelukkig. Maar ja. die. Ik ben toch ook gaan gebruiken. Ondanks dat hij er was. Weet ja. je, dat, 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 ja, dat houdt je ook niet tegen. Dat houdt je ook niet in herstellen. Nee, als je het alleen maar voor je kind doet. En, ja. Ja, dan kan het niet. Nee, wat, wat, wat ik zeg. Uh, hij is nu 2,5. Ik ben een half jaar geleden toch teruggevallen. Ja. Maar dat was wel. Een, een, een reden dat ik dacht van ik had uh, twee avonden eigenlijk gebruikt ja. uh, los van elkaar het gebeurde mm -hmm. een keertje toen dacht ik van oké okay, wow terugval uh, ja. heel goed over gesproken we gaan door weet je ja. even weer het terstel ja. pakken en toen twee maanden later gebeurde het weer ja nou dat dat kan dus iets zijn wat je door laat woekeren ja maar ook omdat ik dus vader was mm -hmm. en dat ik dacht ik van hey ik ga niet meer terug naar waar ik, waar ik toen zat. Ik ga dan maar weer met de billen bloot. Gooi me ja. maar weer in kliniek in. Ik ja. weet waarschijnlijk nog niet genoeg. Ik zit niet op het goede spoor. Ik ga alweer terug. Nee, maar dat heb je wel. Vind ik, dat vind ik echt. Dat meen ik echt dat heb je goed gedaan. Ja. Weet je hoeveel mensen terugvallen en daar jaren weer in blijven hangen? Jaren. Dat wou ik gewoon niet. Dat wou ik gewoon echt niet. Nee, dat, nee. Dat, nee, maar dat is. Weet je, dat is. Dat je valt is één ding. Maar dat je weer opstaat en eigenlijk heel snel na nou, ja. twee keer. Dat is wel echt. Uh, ja, dat is knap. En het laat ook zien dat je niet wil... Ja, zo weet je, elke terugval leert je eigenlijk van... Ja, ik doe dus kennelijk nog iets. Niet helemaal goed. Er is iets wat ik over het hoofd zie. Ja, ja. zeker. Ja, het zijn wel pijnlijke lessen. Het zijn pijnlijke lessen, maar... Uh, ja, kijk, ik, 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 ik pas altijd op met zeggen dat, dat een terugval bij... Uh, Herstel hoort. Het hoort dat, er niet bij. Het nee. hoort bij verslaving, vind ja. ik. Als jij goed in je herstel zit en blijft zitten, is dat helemaal niet nodig. Ja, klopt. Maar ik, ik, ik zie wel wat het me weer heeft gegeven. Ja. Uh, het, heeft me weer, ja, het heeft me weer veel meer inzicht gegeven. En het, ik denk dat ik weer uh, veel beter uh, in mijn herstel sta en uh, weer veel waakzamer ben voor, voor valkuilen. Ja. ja, het gebeurt zoveel om me heen. Onderweg hierheen uh, werd ik toevallig weer gebeld mm. uh, door een vriend van me. Uh, die zei: Van ja, moet je wat vertellen? Twee dagen geleden is het weer uh, misgegaan. Ja. Weet je, ja. heb ik ook nu een hele lange tijd. Het gebeurt continu. Ja, continu, ja. 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 ja, dus die waakzaamheid is waanzinnig belangrijk. Ja, is het, het gaat zo snel, ja. gaat zo snel mis. Ik bedoel. Uh, dat is een, een statistisch uh, onderzocht ja, feit. Zover ze dat kunnen onderzoeken, dat 60% van de mensen namelijk niet gewoon terugvalt. Ja. Uh, dus dat is veel meer dan de helft. Misschien zijn het er nog wel meer. Omdat ze het gewoon. Ja, toch weer vergeten, te makkelijk overdenken, ja. wat jij zei onderschatten. Met, onderschatten, gewoon, dat zwaar onderschatten, toch met je vrienden, ja, oké, okay, ik kan dat wel uh, een drinken en en dat lukt wel terwijl zij bier drinken. Ja, het lukt twee keer, maar de ja. derde of de vierde keer gaat het toch knagen. Als je lang genoeg bij de kapper zit, dan word je een keertje geknipt. Word <laughs> een, een keertje geknipt? Ja. ja, ja, nou ja, zo zo is het dus. Ja. ja, zo is het ook. En hoe zie je nou de de, de, nou, bij de toekomst voor jou? Uh, hoe zie je, want ja, DJ is dan nou eventjes mm -hmm. niet meer. Wat, wat voor andere dingen ga je doen? Nou, wat ik een hele bewuste keuze die ik nu al heb gemaakt, is eigenlijk na mijn terugval. Op het moment dat ik vertelde uh, dat ja. ik uh, binnen een kliniek had gezeten dat ik een terugval heb gehad, kreeg ik daar weer zoveel uh, uh, support over. Ja. Maar vooral zoveel hulpvragen. Uh, ja. Dat ik wel echt heb besloten, weet je dat dat grote platform wat ik heb, waar honderdduizenden mensen op zitten, ga ik nou echt eens gebruiken Mooi. om uh, niet te vertellen wat je moet doen, maar om gewoon te laten zien: hé, hey, ik ben nu teruggevallen. Kijk, dus, dit doe ik, dit, dit doe, doe ik, ik, dit doe ja, ik, dit ja, doe ja. ik, en lukt het me straks, dan ja, dan, dan kunnen ja. mensen een beetje zo'n zo weg volgen en kunnen ze er dan misschien dingen uit proberen die hun weer ook kunnen helpen. En uh, ja, daar ben ik nu wel uh, veel mee bezig. Weet je? Ja. Door gewoon dat platform op een goede manier in te zetten, waar ik echt mensen oh, mee ja. kan helpen. En uh, dat, dat lukt heel goed. Het ja. ja, is ik echt zag... zo mooi. Wat ik, uh, ik kreeg vandaag nog een berichtje. Ik ja. weet niet of je die had gez, uh, gezien van iemand die had me vorig jaar een bericht gestuurd en uh, in Voice Memo's. En die vertelde me uh, ja, met, 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 een, met een soort dode gestem, ik, ik heb dit niet meer. Ik mm -hmm. zal inhoudelijk niet vertellen natuurlijk wat mm hij -hmm. allemaal zei maar... Zijn leven zag er niet goed uit op dat moment. Mm. En die stuurde me vandaag stuurde die me een bericht uh, net hiervoor. En die zei van, wauw man, ik heb, ik heb mijn leven terug. Ik heb weer een huis. Ik heb een mooie ja. familie om me heen weer. Ik ga volgende week met hem naar een meeting. We hebben afgesproken. En dat is helemaal niet dat ik daar heel veel heb gedaan of zo. Ik heb die jongen twee keer te woord gestaan. Mm. Ik heb hem ja, de kliniek dat... hebben we wat geholpen. Die jongen heeft dat zelf gedaan. Ja, maar het zijn maar toch ik, wel de ik, ja, zaadjes ik, die Hij vertelt mij toch dat ik ja. een, een trigger ben, voor hem ben geweest. Mm. Om, hij zegt gewoon letterlijk van, ja, jij bent de reden geweest um, dat ik heb gezien, ik moet wat met mijn leven gaan doen. Meer heb ik niet gedaan. En de rest ja. weet je wel, is dat, ik dat, ja. dat ik dat al heb kunnen geven bij ja. al ja. bij één iemand. Ja. ja, dat 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 vult mij ook van binnen, weet je wel. Dat doe ik voor anderen, maar ook een stuk voor mezelf. Dat, ja. dat is ja, maar... Waarom denk je dat ik hier zit? Ja. ja. Nee, maar. De, maar dat is toch mooi. Dat is ook die stap 12, dat je het doorgeeft. Maar dat is fantastisch, weet je. En, en daar, daar ben je ook een voorbeeld. En ik vind dat echt heel, nou, heel tof en ook moedig. En je weet ja. zelf, denk ik, het probleem is gigantisch. Het wordt alleen maar extremer. Het wordt alleen maar jongeren. Jongeren van 13, 14, 15 al harddrugs gebruiken. Het wordt alleen maar gekker. Ja. Dus er is echt nog wel wat werk te verzetten. Zeker weten. Ja, er is, uh, is een hoop werk aan de winkel. En wat je zet, er komen ook weer steeds nieuwe... Druksoorten bij Dan ja, veranderen natuurlijk. ze weer één, uh, één, ja. één middeltje en dan is het weer uh, legaal ja. en gewoon online te bestellen. Ja, zo is het. En dat dus zal zo dus uh, ja. blijven. Ja. Maar ja, Dave, jongen, ik wil je bedanken dat je hier uh, geweest bent en dit vertelt. En ik vind het echt mooi. En uh, nou ja, mensen voor als je Dave nog niet volgt, niet omdat het toevallig ook een heel knappe gozer is, maar omdat hij in herstel <laughs> ja. is van zijn verslaving Juist. en daarmee een voorbeeld is voor vele anderen. Oké, okay, jongen. Dank je wel. Lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken en het luisteren. Deel dit met andere mensen die, precies zoals Dave zegt... dit goed kunnen gebruiken als inspiratie voor hun herstel... voor hun verslaving. Je kan er echt uitkomen. En abonneer je op het kanaal als je het nog niet gedaan hebt. Ik hoop je te zien bij een volgende aflevering. Dank je wel.